daar zijn we weer. Nokkaas eruit, de oude, de gebroken nokkaas. Deze ketting, die versleten was, is er ook uit. Netjes erin, of een andere erin, komt eraan, laat ik zo zien. Dus die oude gooien we er ook uit. En hier hebben wij dus een nieuwe ketting, die gaan we erin zetten. De nokkaas, die wil niet op tijd staan zoals ik het wil hebben. Leg ik zo uit. Krukas staat op tijd, dus die staat goed. En dan gaan we de nokkaas op tijd zetten. Wat is het probleem? Omdat ik die klepstelboutjes los heb staan, ja, dat kun je duidelijk horen, heb ik zoveel speling erop dat de boel op een ander tijdstip gaat drukken. Bij benadering komt dat op het juiste tijdstip, maar omdat ik nu te veel speling heb, merk ik dat het stellen niet lekker gaat. Bij een 650 wil dit ook vaker voorkomen. Dus wat doe je dan? Krukas zet je op tijd. De nokkaas zet je ook op tijd. Maar ik denk dat je het, als ik hem loslaat. Hij blijft nou staan. Maar ik een... Nou, dat zul je net zien. Vaak, als je dan iets aanraakt. Nou, dat zul je net zien. Dan blijft hij staan. Maar wat mij net overkwam was dat de nokkaas door de kleppen, via de stotenstangen en de slepers, van slag wordt gedraaid. Dus dan moet je daar even goed op letten. Nou, wat we doen is de ketting erop leggen. Bij benadering gaan we zoeken naar de juiste plek. De tandwiel en de ketting liggen goed, maar de nokkenas staat niet goed. Sleutel erin, en ik heb een ringsleutel heb ik aangepast, die heb ik afgeslepen. En dat is mijn vriendje, om het zo te zeggen, qua gereedschap. En dan zet ik de nokkenas even op tijd. En dan draaien we gauw een boutje erin. Oh jongens, dan ben ik er goed voorbereid, maar niet heus. Kijk, en nou zien jullie al, zonder spanners, en dat laat ik jullie ook zien. Komt u maar even mee. Eens even kijken, misschien is deze hoek ook wel leuk om te filmen. Die slijtage kom je heel vaak tegen in de motorblokken daar. Laat maar zitten. Kijk, en nou heb ik de ketting, een nieuwe ketting erin. En normaal gesproken loopt hij in de binnenkant hier ietsjes gespannen door de boog van de kleppen of van de kettingspannen. En dit raakt nog net de bout daaraan. Maar voor de rest niet. Dus deze nieuwe ketting neemt er heel veel ruimte weg. En problemen neemt hij weg. Ik zal van bovenaf ook even filmen. Dan hebben jullie een beeld. Zoals jullie weten, die bouten moeten goed staan. En als je het nu goed ziet, staat hij niet goed. Want, dat gaan we nu uitleggen, deze lijn staat scheef. Dus dat wil zeggen dat hij verdraaid is, dat kan. Maar dan heeft hij de krukas meegepakt. Gaan we hem even op tijd zetten. Ik denk, ik weet niet of dat lukt, want een boutje draait dan los. Ja, nou dan gaan we, kijk, zag je hem bewegen? Moet je maar even in herhalen. Kijk, gaan we expres een motorblok ronddraaien. En dan komt hij weer aan. Gaan we kijken. Ik sta nou zowel door de camera te kijken. Kijk. Ik moet twee dingen tegelijk doen en dat is een beetje moeilijk. Ik ben geen vrouw. Ja. Het gereedschap wat je in je handen hebt kun je gebruiken. Die spiebaan, daar leg je hem in lijn op. En dan zie je dat hij net voorbij de punt staat. Gaan we nog even kijken. Ja, we gaan ietsjes geven, zo, meer dan zat. En dan willen we deze lijn ook inspecteren. Oh, ik voel me net een wijf worden nu. Kijk, en dat staat binnen de papier, of binnen de waarde die ik zoek. Dus dan gaan we die boutjes vastzetten. Zo, we zijn er lekker mee bezig, om het zo te zeggen. Dan moet ik nog een geharde klepbout of distributieketting bout hebben. Nou, natuurlijk ben ik die weer even kwijt. Ja, ik heb last van muizen. En die muizen jatten alles van de tafel hier. Daar ben ik niet echt vrolijk van. Of het zijn zakratten. Dat weet ik niet. Eens even kijken. Ik hier nog wat heb liggen. Niet. Nou, ik kom het zo wel weer tegen. Ik los het even op een andere ring op.
gaat even naar het bakje gevonden voorwerpen. Voilà. Doe ik er even eentje uit mijn eigen voorraad. En aan het eind van de rit hou ik hem wel weer over. En ik kom hem echt wel tegen. Nou. Ik heb hier wel vertrouwen in dat het vast zit. En nou zien jullie al dat ik de sleutel korter maak. De ring zet ik erbij. En dan... En niet van de benauwde, hè. Pas op, als je uitschiet... Je vinger gaat kapot. Met een normaal M6 boutje had je hem al in tweeën gedraaid. Dit is zo hard. Gaat niet gebeuren. Nou. Hij had nog redelijke spanners in zijn blok. Vreemd, er zitten verfresten op. Dus die is al een keer uit elkaar geweest. Dat vind ik apart. En zo zie je dat ik allerlei dingen weer tegenkom. Nou, ook dit afstandhoudertje hier tussen zetten. Niet vergeten, dames. En dan gaan we naar de andere kant toe. Waar is dat ding gebleven? Spannertje, spannertje van het land. Wie is het lelijkste in het land? Oh jongens, jongens, waar is die verdomme gebleven? Ik weet dat ik hem heb gezien. Ja, hier ligt hij. Nou, die grondplaat, die is ook beschadigd. Die is daar beschadigd. Maar ligt er nou niet wakker van. Die grondplaat doet eigenlijk alleen maar voor je starttand wil hier lopen. En je kunt hier de beweging op zien. Voor jouw distributiekettingspanner houdt hij meer op zijn plek. Dan zie je slijtagesporen. Meer doet dat ding niet. Dus het is geen ramp als daar een gat zit. Net zo min die slijtagesporen in je motorblok. Wat ik al aangaf met die M8 bout. Die kan je bij wijze van spreken gewoon weglaten. Maar uit netheid monteren we daar gewoon een goede in. Zo, kijk eens aan. Even kijken, ik had het boutje gezien. Het moet ergens liggen. Hier is het. Dan doen we straks wel een nieuwe o-ring op. Want ik wil natuurlijk wel hebben dat die afdicht. Gaan we eens even kijken. Dan kan ik jullie laten zien wat voor effect het heeft. En waar ik op let. Nou, kom dan maar weer een keer mee. Hier is ook al een keer een nieuw tankje opgekomen. Want je kan daar nooit CX500 op zijn kop opschrijven als blok ervoor zit. En dat is ook zo vet als wat. Veel te vet. Hoeft helemaal niet. Goed, kijken van bovenaf mee. Dokter, vertelt u het eens. Nou, we zien dat er een nieuwe ketting in zit. We zien dat hier heel veel stelmogelijkheden zit om naar binnen in het motorblok te gaan. Dan zien we, en dan moet je de eerste filmpjes maar eens terugkijken. De ketting is nog niet eens aangespannen, want ik heb de veer er nog niet eens op. En de ketting zit nu al strak. Dus, omdat er een nieuwe ketting in zit, haal je 80% van je problemen weg. De spanner zit eigenlijk al door van nature in het begin, door zijn eigen spanning al erg op druk. En die heeft de veer nauwelijks nog de kracht nodig om bij te zetten. Deze kant ligt gewoon strak. En als het goed is, wordt hij ook ondersteund aan de achterkant. Dus, nou heb je het gezien wat de nieuwe ketting doet. En deze ketting, er is geen looprichting in. Maar ik kan jullie niet laten zien. Deze ketting heb ik moeten klinken. Dit is de goedkopere uitvoering. De klinken gaat heel makkelijk, doe je snel zelf. Maar ik wou het laten zien, maar de ketting zit er andersom in. Maakt niet uit, maar nou kan ik dat klinkschakeltje niet aan jullie tonen. Nog één keer goed kijken. En wat je doet is gewoon met de hamer erop ramen. Klinkt een beetje lullig, of is dat hem hier? Nee, dat is hem ook niet. Nee, dan had de ketting er even andersom in moeten zitten. Het zij zo. Nou, ik laad het hier even bij. Ik ga de boel hier netjes opbouwen verder. En dat heeft voor jullie niet zoveel waarde om naar te kijken. En dan kan ik mij even rustig concentreren op de zaken af te maken. Tot volgende filmpje weer. Doei doei.